En nu met de billen bloot. Niet letterlijk natuurlijk, ik bedoel cyberwise gezien. Ik vond het wel lastig. Hè? Dat zullen we ook in het volgende item wel zien. Zodra je je kop uitsteekt over cybersecurity, ben je zelf een target. Ja, weet je, als je zegt, we moeten allemaal veilig zijn. Nou, roep dat vooral heel hard, dan krijg je heel veel hackers op je af. Gelukkig heel veel ook met goede intenties. Dus daarom even een kort blokje cyberellende op techtalk.nl. Nou, dit was mijn oude site. Was op Joomla, dat is een content management systeem. Dat bedoelt als ondernemer, denk je van, nou, moet ik nou ergens een bedrijf in gaan huren? Dat kan je allemaal prima zelf. Je downloadt Joomla, je zet het op de server, hartstikke idee, alle deuren gaan open. Nou, dit was een programma wat we destijds hadden met Team High Tech Crime. Deden we de Cyber Challenge. Nou, u ziet, volle bak. We hebben iets van 800 bezoekers, inclusief de agenten, 680 bezoekers, 120 agenten. Maar ja, er waren natuurlijk ook mensen die er wat minder vonden. Hè? En als we nou even terugkijken naar dit. Dit is dus de stand nu. Maar de stand toen, nou, ik denk dat het echt hoog was. Ja, wist ik veel. Ik dacht, ben ik nou een target? Hè? Wat Olly net ook zei, je denkt, nou, ben je een target? Ik heb mijn website, is eigenlijk alleen maar een poster. Dan en dan, paard van Troje, dan is het een praatprogramma. Komt vooral allemaal. En als dat gehackt wordt, ja, is het eigenlijk hetzelfde als je een poster in de stad met een gravity erop zet. Maar ja, het is wel lastig als je poster niet te lezen is. Dus nou, spannend, spannend, spannend. Hè. Ik kreeg wel een hoop gezeur om me heen en zo. Hoe werk je nou voor de politie? Nee, ik vind het belangrijk dat dit leuk op een poppodium komt, zodat iedereen kan zien wat de politie doet. Nou, er waren toch hackers die er anders over dachten. Dus op een gegeven moment kreeg ik via Twitter, hè, veel ethisch hackers die werken via Twitter, een DM'tje van een meneer die heet Lego Steentje, Pieter Vlasblom. Hallo, er gaan op Twitter geruchten rond dat je website techtalk.nl lek is. Zou je even naar willen kijken, AUB? Zie tweets van Digital Human. Nou. En ik zeg dan, ja, thanks, goed gevoel voor timing heeft hij wel. Want, nou ja, je kunt je voorstellen, als je in de aanloop van zo'n programma, ben je best wel druk mee bezig, techniek moet lopen, iedereen moet blij zijn. En dan heb ik om 's middags altijd nog even een rustmomentje, even rustig zitten met een glaasje sap. En dan krijg je zoiets binnen. Dan denk je, god. Nou, dus ik ben hier naartoe gerend, slimste hackertje gepakt. Wat is hier nou aan de hand? Nou, dus wij op Twitter kijken, wat heeft die jongen allemaal geroepen? Ahoy, techtalk.nl, Joomla 3.02, ik denk, wat staat hier? Ik naar die jongen toe, oh ja, versie, je draait een oude versie. Dus even kijken, zo. Oh ja, inderdaad, kijk, wat bleek nou? Je kon iets achter de URL typen, bepaalde code, en dan werd er een nieuwe gebruiker aangemaakt. Dus superuser, dat was ik. En nou, dan was er nog iemand die anders heet. En er kwam ineens een registered user aan, op datzelfde moment. Ik dacht, ik word gehackt, weet je wel. Nou, boel dichtgooien. Was niet zo leuk. Wat bleek nou? Later sprak ik deze jongen, Victor Angeli. Ik zei, waarom deed je dat nou, man? Hij zei, oh ja, wist ik veel dat jij dat was. Ik dacht, de politie is een hele show aan het organiseren. En dan komen ze zelf met lekker Joomla aanzetten. Dat kan toch niet? Ja, daar heb je dan ook wel weer gelijk in. Dus toen kon ik er achteraf ook wel weer om lachen. Hè? En ik wist ook nog niet zo goed wat ethisch hacken was. Dus nu geef ik hem gelijk, maar toen was ik woest. Kun je je voorstellen? Maar de ellende moest nog beginnen. Wie weet wat dit is? Wat staat hier? Sorry? Ja, dat zijn webstats inderdaad. Oh ja, dit zijn de logfiles van mijn website. Nou, zo ziet het er dus uit als je gededost wordt. Ik zag dus dat mensen vanaf een bepaald VPN, hè, Virtual Private Network, ben je niet te lokaliseren, Anonin heette dat, uit Zweden. En die gingen dus op bepaalde pagina's zoeken. Op een gegeven moment hadden ze een pagina gevonden waar heel veel foto's op stonden. En dan gingen ze tak, heel veel op klikken. Hè, dus ze hadden waarschijnlijk ook andere computers gebruikt om zoveel mogelijk snel erop te klikken. Zo ongeveer om 19:30... kwart over 7, 19:30 begon de ellende. Dus op het moment dat mensen gaan kijken van waar is dat TikTok ook alweer, waar gaat het ook alweer over. Het enige wat hij zag was pagina 404. TikTok Tango Down. En dat ging ongeveer door tot 19:15. Dus dat was echt een gerichte aanval was dat. DDoS, daar zijn wel wat maniertjes voor bedacht nu. Hè, dus dat je bepaalde IP-adressen juist gaat uitsluiten. Maar ja, veel hackers komen ook hier en die gaan juist via die VPN-verbindingen. Dus ja, dat is een beetje een dilemma voor mij. Of ga ik het afsluiten, dat alleen nette mensen komen? Of laat ik het allemaal gebeuren, dat ook de hackers komen? Nou, het is me gelukkig maar één keer overkomen, hierna niet meer. Dus dat scheelt.
Nou, inmiddels al wat wijzer dacht ik van, die hackers kunnen me ook helpen. De NCSC kwam toen met een richtlijn Responsible Disclosure. Zie je een kwetsbaarheid op de site, hè, zoals dat Joomla, meld dat dan. Ga dat niet delen met anderen. Vertel gewoon wat er aan de hand is. Geef ons tijd om dat te fixen. Hartstikke mooi. Dan help je ons en dan geef je ook de hacker de credits. Dank je wel voor het helpen. Dat is ethisch hacken. Dus ik denk, nou, ga ik ook doen. Responsible Disclosure. Ik had er nog ingezet, don't expect a bug bounty. Hè, want soms krijg je geld voor dat soort dingen. Ja, dat heb ik helemaal niet. Nou, toen vervolgens kwamen de mailtjes binnen. En dat waren er behoorlijk wat. Ankit Baradat uit Pakistan was die, geloof ik. En dan krijg je een soort tekst van, hey, found a few fools spoofing. En ik denk, wat staat hier nou? Dus ik weer naar mijn provider gemaild. Allemaal van dit soort meldingen naar hem doorgestuurd. En ja, ik kreeg toch vaak een reactie van, ja, in theorie zou je iets kunnen doen, maar nee. Maar ja, naar de tiende melding zei, ja, dan moet ik een keer mee kappen, Chris. Gezeik allemaal. Dus ik denk, nou, weet je wat, als ondernemer moet je ook gewoon je eigen verantwoordelijkheid nemen. Dan maar geen goedkope, makkelijke Joomla. Gewoon, bam, rauwe HTML. Nou, HTML, dat is gewoon de taal. Dan zet je een pagina eigenlijk gewoon in tekst neer. Terwijl een content management systeem, dan kun je aan alle kanten inloggen, je kunt dingen veranderen en dat is per definitie kwetsbaar. Ik denk, nou, hartstikke mooi. Nou zijn we niet meer te pakken. Nou ja, toch wel. Er wordt toch wel af en toe wat gesnuffeld. Soms zijn de instellingen niet helemaal goed. Er was ook één akkefietje. Er bleek nog een webmailapplicatie te draaien. En wat was daar nou mis mee? Nou, bleek dat je een wachtwoord van 100.000 tekens kon invullen. Ja, wie doet dat? Nou ja, hackers doen dat. Tenminste, hij vond dat. Maar dan moet je het niet doen. Dus de volgende dag kreeg ik een hele boze e-mail van mijn provider. Chris, ja, dit is geen ethisch hacker meer. Dit is gewoon zwaar DDoS. Ik kap er nou een keertje mee. Dus toen dacht ik, ja, weet je, al die buitenlandse aandacht, dat is misschien ook niet goed. Dus nu heb ik de tekst in het Nederlands gezet. En nu zijn al dat soort meldingen opgehouden. Ik kijk alleen maar serieuze meldingen. En zelfs bij zo'n rauwe HTML-site, waar eigenlijk niet zoveel spannends te gebeuren is, dan nog ben je kwetsbaar. En kijk eens in de logfiles als mensen continu kijken naar /administrator. Nou, als de hackers zijn in de zaal, zou ik zeggen, klik nog even op techtalk.nl/admin, hè, want meestal staat er admin, en dan zie je vanzelf wat er gebeurt. Want als je in HTML programmeert, heb je helemaal geen admin. Hartstikke leuk, toch? Goed, nou, dat is even het rondje cyber ellende bij techtalk.nl. Als u nu denkt van nou, het is hartstikke lek, dat is niet het geval. Er is altijd wel iets. Dat is maar wat ik wil laten zien. En het gaat erom dat je zowel een stapje probeert voor te zijn en gewoon ontzettend je best doet. Daar komt het eigenlijk op neer. Kwetsbaar durven zijn, want zo kun je kennis delen met elkaar.